Dit is de wijk waar ik ben opgegroeid, omdat hier mijn middelbare school stond. Ik vind dit gebouw met de dag mooier worden. Ik heb hier echt wel flink wat rondgerend. Die tassen waar je mee sjouwde. Het is mooi om te zien dat het allemaal echt nog in originele staat is. Eigenlijk ben ik later pas echt gaan beseffen hoe goed het onderwijs was dat hier gegeven werd. Er was hier heel veel nieuwsgierigheid en heel veel positieve prikkels naar het anders zijn. Niet gemiddeld zijn of het zijn van de minderheid. Daar denk ik wel eens aan terug, want dat is nu helaas toch stukken anders. Het heeft nu echt een hele andere functionaliteit. Niet alleen moskee, maar ook een sociaal-cultureel centrum. Hoi. En de uitvaart van mijn vader is ook in deze moskee geweest. Dat was een hele sociale man, geliefd ook. Dus toen eenmaal het nieuws van zijn dood rondging, wilde iedereen bij die uitvaart zijn en stroomde dit plein helemaal vol. En dat was toch wel heel erg bijzonder om mee te maken. Ik ben Emma Hat Albayrak en dit is mijn 010.